Het is vandaag vrijdag 21 april. We liggen weer in Lemmer, in de haven. Ik heb morgen een vrijwilligersdag in Drachten en ik kan vanuit hieruit meerijden. Dus we liggen weer één nachtje in de haven. Genieten weer even van de sauna. We hebben eigenlijk best mooi weer gehad deze week. Het was wel best fris in de wind. We hebben heel veel wind gehad. Daar zal ik je straks een filmpje van laten zien. Het is ruig weer zoals je ziet. Windkracht 5 over het Heegen Meer. Pal tegen. Leuke golfjes. Maar als we uit de wind lagen met de boot, dan konden we heerlijk genieten in het zonnetje buiten. En we hebben ook veel mooie zonsondergangen gezien. Ik wil even een paar foto's laten zien. Dus we hebben eigenlijk een heerlijke week gehad. We hebben geprobeerd deze week om in het hier en nu te leven. En hier gaat Klaas even iets over vertellen. Ja, als ik hier zo zit, dan stel ik mezelf de vraag, wat betekent het voor mij, wat betekent het voor ons om te wonen op de boot? Ik zeg vaak in mijzelf, het enige echte dat je ooit zult krijgen is het nu. En het valt mij elke keer weer op hoe vaak je bezig bent, hoe vaak ik bezig ben met iets wat nog in de toekomst ligt of iets wat gebeurd is. En dan gaat het nu aan je voorbij. En als ik me bewust word van het nu, ja, dan zie ik in de verte bootjes varen. Ik hoor het getjilp van de vogels. Er zitten hier allemaal ganzen die overvliegen. Nou, de prachtige luchten. Het zonnetje wat zo af en toe uitbundig schijnt. Dat is voor mij het hier en nu. Het biertje, hè, wat ik bewust probeer te proeven. Het toastje wat we net hebben gegeten. Ik ruik in de verte een boerderij. Nou, dat is voor mij een aandachtig leven. En volgens mij is dat een kunst op zich. Om alles bewust te doen met aandacht. Omdat we altijd jachtig zijn, altijd weer bezig zijn met het volgende moment. En daar staat eigenlijk voor mij het wonen en leven op de boot voor.